Oké, goedemorgen YouTube. We zijn vandaag 9 dagen uit voor de wedstrijd. 9 en 10 december, of sorry, 10 en 11 december. Ironman en de William Bonau Classic. Maar ik heb vandaag en morgen een mock refeed. Dus 2 dagen refeed. En ik heb dus besloten om vandaag jullie mee te nemen in een full day of eating. En dan met name vandaag omdat we dus een refeed hebben. Zodat ik kan laten zien hoe dat dan eigenlijk in zijn werk gaat. Refeed is nodig omdat ik echt ontzettend plat ben en leeg. En het lichaam heeft op dit moment gewoon echt even wat carbs nodig om weer wat uit te vullen. Zodat we die fase volgende week door kunnen cruisen en dan hopelijk het proces kunnen herhalen. Ik ga jullie even de macro's doornemen van hoe zo'n refeed dan vandaag eruit ziet. Het zijn de calorieën van 4639 met een eiwitinname van 250 gram, 43 gram vet en 813 gram koolhydraten. Dus dat is best wel lekker. Wordt een goede dag. Mijn eerste maaltijd is zometeen 125 gram cream of rice, 20 gram whey, 30 gram jam, 2 hele eieren, 150 gram blauwe bessen. En dan zullen jullie de rest van de maaltijden gedurende de dag wel voorbij komen. Oké, nou, eerste refeed maaltijd. Ik heb die eitjes al op, want die vond ik te lekker om vast te leggen. Dus die heb ik al opgegeten. Dus nu 125 gram rijstebloem, 20 gram whey, 150 gram blauwe bessen en 30 gram jam. Hier ook nog 2 gram zout in. Dus hier gaan we nou lekker van genieten. Oké, nou we zijn weer fris en fruitig, even gedoucht, even gerelaxed na mijn eerste maaltijd. En dan is het nu tijd om maaltijd 2 te maken. En dat houdt in dat ik nu 125 gram rijst ga koken, 150 gram kip, een klein beetje groente in de vorm van een uitje en 30 gram honing. Ik twijfel nog of ik die honing bij die maaltijd ga doen of dat ik hem apart eet. Ik heb die combinatie zelf nog nooit op, dus ik denk dat ik hem gewoon, dat ik die honing bewaar als toetje en uit een bakkie lepel. Dat lijkt me nou niet per se een lekkere combinatie. Ook zit daar weer 1,5 gram zout bij. En om nog aan te vullen zijn we ook de ochtend begonnen met 20 eenheden lantus. Omdat we dus best wel hoog in carbs zitten vandaag. 813 gram carbs. En ben ik vandaag ook gestart met 25 milligram oxy. En 10 milligram Halo pre-workout. En dat gaan we dan nu, als het goed is, tot aan de wedstrijd voortzetten. Dus je zult straks nog wel tijdens het trainen. Ik heb straks een armen- en schoudersessie. Zullen we kijken of we een klein beetje de pomp misschien hopelijk al een beetje in beeld kunnen brengen. Want dat is natuurlijk wel een combi. Hè? Die insuline, die oxy en die Halo. Die voor een gruwelijke skin tearing pomp zorgen. Maar voor nu gaan we eerst even die maaltijd 2 eten. En dan zien jullie mij dadelijk lekker weer genieten. ...125 gram rijst, lekker veel. En dan check ik het dadelijk nog een keer om het echt dubbel zeker te zijn. Ik ben dan weer zo iemand die dan twijfelt of ik het dan wel goed gezien heb. Ik heb dyscalculie en als ik dan iets met cijfers zie, dan kan het in mijn hoofd nog wel eens snel fout gaan. Nou, ik vind het wel lekker om een uitje erbij te eten. Bij een maaltijd als dit. Nu gaan we eens even voor zorgen dat die spieren weer een beetje met glycogeen geladen zijn vandaag. Nou, als ik toch bezig ben, snij ik er ook wel even een knoflookje bij. Heeft ook tegelijkertijd weer een hoop gezondheidsvoordelen, dus niet te zuinig op de knoflook zou ik ze aan willen raden. Dat je ervan gaat stinken, dat is iemand anders zijn probleem. Ik
zeg altijd, ik heb er nooit last van. Nou, ik ben nu ook vast even mijn pre-workout maaltijd aan het voorbereiden. Dat is wederom weer 125 gram cream of rice, 30 gram whey, 100 gram banaan en 20 gram pindakaas. En ik ben vandaag weer voor de smaak white chocolate hazelnut gegaan. Super lekker, niet te zoet. En eigenlijk qua smaakprofiel nu voor in prep echt ideaal. Heerlijk bakkie zo met die combinatie ook banaan erbij. Niet te choco-achtig. Ook omdat het natuurlijk witte chocola is. Ja, ik vind dat gewoon over het algemeen altijd lekker, witte chocola. Dus zodoende daarvoor gegaan. Oké, maaltijd 2. Gaan we lekker van genieten. Blikje cola, zero, vanille, 15 gram honing, 125 gram rijst, 150 kip en laten we genieten. Oké, nou we zijn in de gym. Weliswaar bij Fox Gym Rotterdam. Straks even een schouder- en armen sessie. Maar voordat ik ga trainen heb ik natuurlijk eerst mijn pre-workout maaltijd. En die bestaat vandaag uit 125 gram cream of rice, 30 gram whey. Eigenlijk ook nog 100 gram banaan, maar die bewaar ik voor na de workout. Omdat ik dan ook nog cream of rice heb. Dus die nemen we straks mee in de volgende maaltijd. 2 gram zout. Ik vul dat altijd een beetje aan met zoetstof. En pre-workout 10 milligram Halo. Let's go. Ik heb mijn pre-workout maaltijd op. Ik heb even een uurtje gewacht. Ik had een PT'tje, dus dat eten heeft lekker zijn ding kunnen doen. En ik ga nu schouders armen trainen. En dan heb ik voor tijdens het trainen een intra-workout. Met 50 gram maltodextrine, 20 gram EAA en 5 gram creatine. Die drink ik dus dan zo tijdens het trainen. Zodat ik in ieder geval ook genoeg glycogeen kan aanvullen, dat soort zaken. En dat moet mij dan door de workout heen helpen. Y'all get a load of me, yeah, don't let them slow on me. I get the bag like a grocery. I'm on my grind like I'm supposed to be. And I do not care if you notice me. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. This isn't a robbery. Hands in the sky if you got a dream. But nothing was blocking me. I was
was the problem, the only one stopping me. I didn't like it, I had to refocus. Now I'm devoted, I know where I'm going. Controlling emotions, I'm owning the moment. In order to get it, see, you gotta want it. This type of flow make a living break. Confessors over these 808. Don't sleep on the key, better stay away. I mean, for heaven's sake, I'ma be the best, came from the endless. Playing with the games, bitch with the chest. Beating on my chest, trying to get my rest. Watch me while I flex. Every win is a blessing, and every L is a lesson. So when I run into rejection, I know it's only redirection. I see the blessings right beside me. The chances are quite unlikely. I do it like I'm in my Nikes. Don't make excuses, they never excite me. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Quitting was never an option. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Switch up the flow, show you the way that it go. God is good, but his life is hard. But it gets better when you grind it smart. I'm just really trying to leave a mark. We tired of being who they say we are. That's the big time, we gon' take it far. Always be real, we don't fake it all. Tired of 9 to 5, just make enough to survive. Only living on the weekends. You really thinking that's why I'm alive? Listen at the scenes, time to live my dreams. Do the things deep inside of me. This life, it continues with fighting me. But I don't have quitting inside of me. I will not jump in these boxes they throw at me. Talking to God and there's so much he's showing me. Shaping me, growing me, taking me sowing seeds. A growing tree, y'all get a load of me. Yeah, don't let them slow on me. I get the bag like a grocery. I'm on my grind like I'm supposed to be. And I do not care if you notice me. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. This isn't a robbery. Hands in the sky if you got a dream. But nothing was blocking me. I was the problem, the only one stopping me. I didn't like it, I had to refocus. Now I'm devoted, I know where I'm going. Controlling emotions, I'm owning the moment. In order to get it, see, you gotta want it. This type of flow make a living break. Confessors over these 808. Don't sleep on the key, better stay away. I mean, for heaven's sake, I'ma be the best, came from the endless. Playing with the games, bitch with the chest. Beating on my chest, trying to get my rest. Watch me while I flex. Every win is a blessing, and every L is a lesson. So when I run into rejection, I know it's only redirection. I see the blessings right beside me. The chances are quite unlikely. I do it like I'm in my Nikes. Don't make excuses, they never excite me. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Quitting was never an option. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Switch up the flow, show you the way that it go. God is good, but his life is hard. But it gets better when you grind it smart. I'm just really trying to leave a mark. We tired of being who they say we are. That's the big time, we gon' take it far. Always be real, we don't fake it all. Tired of 9 to 5, just make enough to survive. Only living on the weekends. You really thinking that's why I'm alive? Listen at the scenes, time to live my dreams. Do the things deep inside of me. This life, it continues with fighting me. But I don't have quitting inside of me. I will not jump in these boxes they throw at me. Talking to God and there's so much he's showing me. Shaping me, growing me, taking me sowing seeds. A growing tree, y'all get a load of me. Yeah, don't let them slow on me. I get the bag like a grocery. I'm on my grind like I'm supposed to be. And I do not care if you notice me. Oké, okay, ik ben weer thuis van schouders en armen workout. Ik had zo'n grote ogen dat ik thuis kwam en gelijk die maaltijd ben gaan maken, die post-workout, en eigenlijk vergeten ben te filmen. Maar bij deze was dat dus 150 gram
cream of rice, 30 gram whey, 150 gram blauwe bessen, 100 gram banaan. Die had ik even bakspray een beetje aangebakken, een beetje kaneel eroverheen. Super lekker, echt een aanrader om te doen. Daarbij ook nog 20 gram pindakaas. En eigenlijk had ik die banaan en die pindakaas natuurlijk bij mijn pre-workout maaltijd. Maar ik vind dat een lekkerdere combinatie. Dus heb ik ervoor gekozen om het dus bij mijn post-workout te doen. Dan heb ik nog 2 maaltijden te gaan. En die ga ik je strakjes laten zien. Nou, hier maaltijd 5. 125 gram rijst. 15 gram honing die ik al op heb. En 150 gram biefstuk, lekker. En 2 gram zout. En voor iedere rijstkorrel meenemen natuurlijk. Want zover in dit prepstadium zijn we wel. Oh, dit wordt weer een goede maaltijd. Ik heb daar een uitje bij gesneden. En uiteraard weer een beetje knoflook. Zo gaan we nou van genieten. Straks nog 1 maaltijd. En dan hopelijk kan ik een beetje slapen zonder al te veel te plassen. Want ik moest de afgelopen nachten echt misschien wel 5 of 6 keer eruit om te plassen. Heel vervelend. Maar ik ga hier nou van genieten. Nou oké, afsluitend voor vanavond. Laatste maaltijd is weer wederom een beetje saai. 105, voor het geluid misschien een beetje saai, maar wel lekker. 125 gram cream of rice, 20 gram eiwitpoeder, 150 gram blauwe bessen, 20 gram pure chocola en 30 gram jam. Nou, ik heb vandaag dus refeed gehad. Morgen ga ik dit nog een keer herhalen. Maar voor nu, voor beeld en YouTube, even vastgelegd hoe dat dan eruit zou te zien. Hè? Hoe zo'n refeed op een all you can eat, hoor mij nou. Het is al laat, ik ben moe. Wat je dag inhoudt. Full day of eating, hoe dat eruit ziet en hoe dat dan aan toe gaat vandaag. Nou, morgen dus nog een keer herhalen wederom. En bedankt voor het kijken. Laat even weten wat jullie van die refeed maaltijden vonden. Of jullie misschien op idee zijn gekomen om zelf te proberen met die cream of rice, met die whey. En mocht je dan nog supplementen nodig hebben, vergeet dan niet om te bestellen bij alphasubs.nl. Met de kortingscode Jonathien voor een leuke korting op jouw bestelling. Dankjewel voor het kijken.